Een hackathon is eigenlijk een soort van marathon, maar dan achter je computer. Dus wat je aan het doen bent, is de hele week ben je bezig met het oplossen van een probleem. Het doel is om gewoon te leren. Het maakt me niet zoveel uit als docent zijnde welk cijfer je haalt en hoe goed dat cijfer is. Het gaat mij er meer om, ben jij vandaag een stukje slimmer geworden dan dat je gisteren was? Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik altijd wel een oogje had voor techniek en websites. Mijn stiefvader werkte ook al een hele lange tijd in de websites bouwen. Dus die had ook heel erg een stap in de directie gezet. Ik vind het leuk omdat je dan nieuwe problemen krijgt en de problemen moet echt gaan oplossen en nieuwe dingen ontdekken. We hebben vandaag onze allereerste hackathon met de software developers. En dat doen we samen met de eerstejaars van Gouda en van Leiden. Nou, ze kunnen sowieso de IT in. En we zien ook dat heel veel van onze studenten die gaan bij kleine bedrijven werken, webshops onderhouden, websites onderhouden. Maar er gaan ook heel veel studenten werken bij grotere ICT-bedrijven, waar ze gewoon alles wat met programmeren te maken heeft eigenlijk aan de slag gaan. Wil ik nieuwe mensen leren kennen en wil ik heel veel leren. Qua programmeren, qua samenwerken. Nou, we doen mee aan een hackathon. Ook leuk dat we met andere mensen werken die we eigenlijk helemaal niet kennen. Dat zorgt ook voor dat je meer sociaal bezig bent met andere mensen. Ja, het is leuk, het is nieuw. Wat ik eigenlijk wel leuk vond, ik heb al langere tijd al interesse in het coderen. En ik kan ook heel veel verschillende projecten doen. Het is heel breed, het vak is heel breed. Je kan er heel veel verschillende kanten op en op gaan. Als je dat nieuwsgierig aagje bent en altijd op zoek bent naar nieuwe dingen om te leren, dan is dit de plek voor jou.